Falco, je moet er zelf ook verbaasd van staan. Waar haal jij die kracht vandaan? Ja, ik weet het zelf op laatst ook niet meer. Het ging gewoon fantastisch en ja, ik weet niet waar ik die kracht vandaan haal. Je start met rondjes 32. Ben je dan niet bang na 6 kilometer stort ik gigantisch in elkaar? Ja, dat had ik wel even. Dat dacht ik op het moment wel even. Maar ik dacht van, ik probeer zo dicht mogelijk steeds bij hem te blijven. En elke keer in de bocht aanzet, wat mijn sterke punt is. En nou ja, ik had dus zelf wel het gevoel van, nou, ik kan lekker doorgaan. Maar ook wel weer het gevoel van, ik kan straks ook helemaal op zijn. Maar daar heb ik geen last van gehad. Je had een goeie aan Karlstad, want je kon steeds zo'n beetje 50 meter achter hem blijven leiden. Ja, daar heb ik wel steun aan gehad. Want ja, als er iemand voor je gaat, dan kan je altijd naartoe trekken. En dat was toch wel een klein beetje voordeel voor mij ook. Welk schema ben je nou weggegaan? Ik neem niet aan op het Nederlands record. Nou, ik ben voorzichtig weggegaan op 14-12. En nou, in het begin ging het wel goed, maar ik zat er steeds onder. Nou, en ik weet niet, 5-6 rondjes van tevoren zag ik dat appelschema doorgaf van 13-55. En daar schrok ik wel van. Nou, en toen ben ik constant wel door blijven schaatsen, gelukkig. Als je dat ziet, hoe schrik je dan? Wat doe je dan? Nou, als je 13-55, dat verwacht je niet zomaar. Vooral niet voor mij, want ja, het is mijn eerste jaar bij de senioren en dan een zulke snelle tijden maken. Dat is wel dat is schrikken voor mij. Je kan nu vrij rustig naar Johan Kos gaan kijken, want die moet een wereldrecord gaan rijden. Ja, maar ja, er kan nog van alles gebeuren. Want het is super ijs en het publiek dat is zo fantastisch. Dat, ja, het helpt je er gewoon doorheen. Je wordt ook echt gesteund door dat publiek, hoor je dat nog? Ja, elke keer in de bocht waar het meeste publiek zit, of staat, zeg maar. Ja, dan ga je steeds sneller. Je hebt het zelf niet gezien, maar je ouders zaten te huilen op de tribune. Sorry? Je hebt het zelf nog niet gezien, denk ik, maar je ouders zaten te huilen op de tribune. Nee, dat heb ik nog niet gezien. Ik zal straks meteen naar ze toe. Oké, dankjewel en veel